Vandaag een grote dag voor de cast van Goede Tijden en Slechte Tijden. Want de 4000ste aflevering wordt vanavond getoond in Theater Tuschinski. En op die rode loper moet iedereen er dan picobello uitzien. Wij gingen vandaag met een aantal castleden mee uit shoppen. Waar wil je even allemaal kijken? Ik weet niet. Is vanavond even plan de campagne. De switch van Meerdijk naar Tuschinski schreeuwt natuurlijk om een glamour metamorfose. En waar beter dan bij ons in de PC kun je je zuurverdiende soapcenten stuk slaan. Gaan we anders even passen? Ja, deze ja? Wil ik zo. Oké, dan kan ik even bij de pakken. Mijn moeder heeft betaald. Wat? Dit is toch niet normaal? Ja, nee, dit is serieus. Ja? Mijn moeder heeft betaald. Dankjewel, mam. Ik heb wel echt gespaard. Ja, ik heb gespaard, maar jij. Oké, jij gaat eerst. Nou, oké, dan ga ik wel eerst. Ja? Laat zien. Wat gaaf. Wat zien we van mij dan? In de serie steelt vooral Nina de show met haar kekke outfitjes. En het is nog maar de vraag of Marley haar alter ego kan overtreffen. Die broek? Ja, die broek. Ik vind het iets te wijd, maar ik vind hem wel te gek eigenlijk. Ik vind hem echt fantastisch. Nou, ik weet dat je al, als je Nina bent, zeg maar, dat je dan echt zo'n te hysterisch met van die pluimen hebt en zo, toch? Oh, dat vind ik heel leuk. Ja, ik dacht misschien is dat te hysterisch, maar... Oh, dat vind je niet leuk? Ik neem mijn woorden terug. En om in de roddelbladen niet met een mager vijfje afgeserveerd te worden, geeft soapmoody Janine haar modegeheimtjes bloot. Er zijn wel een paar dingen waar je echt op moet letten bij een première op een rode loper. Ik heb wel eens een jurk met een sleep aangehad en dat is natuurlijk heel mooi. Maar het probleem is dat je ten eerste zelf de hele tijd op gaat staan, maar ook de mensen die achter je lopen. Dus elke keer heb je dit en dat is natuurlijk niet echt heel charmant. Caroline heeft er heel veel over roodlopers gelopen. Maar het is vanavond toch wat anders dat je gewoon naar jezelf gaat kijken op dat grote doek in Tuschinski. Want het is allemaal voor klein gemaakt, een soapserie. En ineens heel groot. Nou, dat zie je echt aan die twee afleveringen. Met 1000 fans. En je ziet het aan die afleveringen terug. Die zijn heel filmisch gemaakt. Maar meer kan ik er niet over zeggen. Ruud, die staat voor ons nog steeds in Amsterdam. En ik ben heel erg benieuwd met wie die nu staat. Ruud. Ik sta hier met Jette en met Ruud. Zeg, ik begin met jou. Wat zie je er prachtig uit? Dan moet ik voor Albert zeggen, maar ik meen het ook. Je meent het ook. Ja, nou, ik heb het voor de gelegenheid gedaan, dus dankjewel. Ja, dit is voor jou natuurlijk al de 100ste keer dat je dit meemaakt. Dit is heel vaak, maar nog nooit in Tuschinski. Blijft het leuk? Ja, en ik moet je één ding zeggen. Ik woon in Amsterdam en Tuschinski is het theater. En je bent toch met een limo gekomen? En, ja. Is dat niet treurig? Want dan ga je eigenlijk één blokje ga je met zo'n lang gerekte... Nee, natuurlijk. Dat moet je toch gewoon even doen? Straks ga ik op de fiets weer naar huis, maar... Journalistieke vraag. Ja? Ruud. Ja, zeg het eens. Ja, de eerste keer? In Tuschinski? Nee, ik bedoel niet. Je bent hier vast vaker geweest. Maar ik bedoel, is de eerste keer dat je dit meemaakt? De rode loper en zo? Nou, ik heb het met twee films natuurlijk al meegemaakt. Drieën trouwens inmiddels. Dat vergeet ik bijna. En het blijft leuk gewoon met jouw product, zeg maar, hè, hier op de rode loper staan met al je collega's erbij. Dat gevoel, dat is heerlijk. Dat is echt heel erg leuk. Heb je Ruud nou stiekem de do's en don'ts uitgelegd? Ja, Ruud leert alles van mij. Wat heb je verteld net? Ja, dat moet je aan hem vragen. Wat heeft ze verteld net? Nou, ze vertelt me eigenlijk nu net voordat we live gingen dat ik mijn gezicht in het licht moet houden. Dus ik moet eigenlijk meer zo gaan staan. Daar begon ze al mee. Dus, een soort Julio Iglesias deed het ook, hè? Only this side, weet je dat? Ja, precies, this side of the face. Dat een beetje. Ze hebben het hartstikke koud, hè? Het is, het begint koud te worden, nou, ja. Dan laat ik je heel charmant naar binnen gaan. Ja. Albert, ik meld me later weer. Nou, Ruud, heel even, want dag, heel veel succes vanavond. Ruud, we hebben een stukje uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat vind ik toch leuk om even te laten zien. Ik praat er even naartoe. Dan hebben ze ondertussen de tijd om het bandje op te zoeken. Hoe is dat zo ontstaan dat jullie in die aflevering zitten? Nou, eigenlijk begon het bij Jeroen. Want Jeroen, Kijk in de Vechten is een trouwe kijker. En we hadden deze week bij Q-Music in de ochtendshow eigenlijk de 90's week. Toen dachten we, laten we eens terugblikken. En toen, ja, in de jaren 90 ontstond ook Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, en dat was toch de grootste soap toen. Begon heel krakkemikkig, werd steeds groter. En kijk wat het is geworden. Ja, het is daarom de ochtendshow van Ruud de Wild eigenlijk, hè. We hebben het bandje hebben we binnen. We gaan even kijken. Oh. Hey. Hi. Hoe is het? Goed. Proost. Oh. Weten jullie misschien waar Charlie is? Nee, geen idee, maar bel even. Ja, ze neemt niet op. Maar is het zo dringend dan? Ja. Wil je misschien nog wat drinken? Ja. Nee.